Dag mensen, een hele goede dag en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. En we gaan in deze analyse in ieder geval even kijken naar Bitcoin en ik zal het proberen kort en bondig te houden en kijken wat we de komende uren en dagen kunnen verwachten van Bitcoin. En vergeet de video niet te liken als je wat aan de content hebt. Ik waardeer het in ieder geval enorm. En laat in de comments weten welke altcoins jij graag behandeld ziet worden. Ik zal morgen nog even een altcoin video update maken om te kijken wat daar gaande is. Goed, Fear and Greed Index, we zitten in neutraal, zitten op die 53 dankzij die pump natuurlijk. En als we even kijken naar de Bitcoin CME futures grafiek, dan zien we dus ook, hè, voor mij is die gap nog steeds niet gevuld, maar nogmaals, ze vullen niet altijd volledig. En we zien in ieder geval dat de koers gesloten is op 11.095 bij het sluiten van gisteren. Dus dat zou potentieel, afhankelijk van waar we het weekend natuurlijk sluiten, een gap kunnen opleveren. Dan Bitcoin op de wekelijkse. Wat we hier zien op de wekelijkse, hè, we hadden hier een MACD die bearish gekruist was. En vaak zagen we ook op de wekelijkse dat als die eenmaal kruisen, dat die ook doorzette. Maar ik liet ook al in een eerdere video update weten dat die koers van de MACD, hè, die lijnen, die kunnen ook zeg maar ja, eigenlijk wel kruisen om vervolgens daarna weer terug te kruisen. En dat zien we hier potentieel ook gebeuren. We zien dat die blauwe lijn weer naar boven wil kruisen bij de MACD. Maar goed, dit is op de wekelijkse, dus dat kan nog even duren voordat het uitspeelt. Wat zien we wel op de wekelijkse? We zien hier een low, een high, een higher low. En de koers heeft ook nu een high high gevormd richting de 11.500 tot 12.000 weerstand. En dat betekent dat we hier een wekelijks uptrend hebben. En om die uptrend te houden moet de higher low hier op 10.120 ongeveer moet houden. Laat zeggen, ja, 10.120. En als we die breken, nou, dan is de uptrend voorbij natuurlijk. Maar de koers heeft hier genoeg ruimte om een higher low te maken op de wekelijkse. En vervolgens die uptrend voor te zetten. Hier is wel de 11.500 tot 12.000 de sterkste weerstand. En pas als we een support kunnen maken op deze ja, weerstandsblok, dan mogen we echt bullish zijn en kunnen we weer verder omhoog kijken. Zolang we hieronder zitten, hou ik er rekening mee dat we de CME Futures gap kunnen vullen op 9600, die dus hieronder ligt. Daar hou ik nog steeds rekening mee. En ook moeten we in ons achterhoofd houden dat de traditionele markten volatiel zijn op dit moment richting de presidentsverkiezingen en dat we daar ook zeker ja, last van zouden kunnen hebben. Boven de 12.000 bullish. Onder de 12.000 moeten we gematigd bullish zijn. Maar tot die tijd hebben we hier een wekelijks uptrend die kan volhouden. En we zien dus ook van de top hier naar de bodem hier zijn we juist recht in die weerstand gekomen. In die golden pocket regio en we zien vaak een ommekeer in de trend daar. Dus het zou kunnen dat we hier wel weer een wekelijkse downtrend kunnen gaan krijgen. Maar tot nu toe ziet het er goed uit. En nogmaals, 11.500 is de weerstand die de bulls moet gaan breken op de wekelijkse. Wil je trouwens ook leren traden? Doe dan zeker de kennismakingscursus. Hè? Meer dan 500 anderen ging je al voor en je vindt de link onder in de video. En wil je ook met ons mee kunnen traden in de Discord community? Dan kun je de volledige handelscursus doen. Je leert wat traden is, je leert winst maken. En ook hier meer dan 100 mensen gingen je voor. En het zijn hier 33 reviews, maar als je hier naar beneden scrolt, dan zie je ook dat er meer reviews zijn. Want ik ben onlangs gemigreerd van website. Dus wil je met ons mee traden? Doe dan de volledige handelscursus. Je komt dan in de Discord groep terecht, waarbij ik over de dag heen, ook zeker als het heel volatiel is, meerdere updates deel over Bitcoin, maar ook altcoins. En daaruit kun je dus meer gaan traden. Goed, dan door naar de dagelijkse. Wat kunnen we op de kortere termijn verwachten? Nou, de koers die is uit die driehoek naar boven gebroken, zeer bullish. En wat ik ook in een eerdere video zei, wat we moeten breken is die 10.900. He, dus die support of weerstand op 10.900 en die support op die 11.150 hier. Dat moet ook worden gebroken om echt te spreken van een bullish uitbraak. Want anders had het ook gewoon een bearish of nee, een fake-out kunnen zijn en vervolgens door naar beneden. Nou, we hebben dus beide niveaus gebroken. Dat zie je ook, he, een flinke stijging op de dagelijkse. En dat brengt ons dus richting die 11.500 weerstand. Maar goed, wat nu? Nou, er zijn drie opties. Hè, dat, ik wil graag zeggen, nou, we gaan hierheen en dan weer daarheen. Maar dat is niet zo met traden. We zien hier eigenlijk drie opties. Waarvan ik eigenlijk eerder de bullish opties zie gebeuren voordat we echt bearish kunnen zijn. En waar we naar kijken is in ieder geval, we hebben de top op 11.500 bereikt. We zullen zo direct even naar de 4 uur grafiek kijken. Als we daar een bull flag kunnen vormen op de 4 uur grafiek,
dan kunnen we meteen doorgaan om die 11.500 te breken richting de 12.000. Maar op de 4 uur, daar gaan we zo direct naar kijken, zijn we overbought en is een pullback waarschijnlijker? En wat kunnen we dan krijgen als die pullback inderdaad voortzet? Nou, in het groene scenario, het meest bullish scenario, vallen we terug richting de support rond de 0,382 Fibonacci tot 0,5 Fibonacci. En je ziet ook dat de supportlijnen samenvloeiing zit tussen de 11.077 en de 11.150. Dus deze twee witte lijnen hier. Dus daar zouden we dan een higher low kunnen vormen. Want de dagelijkse heeft hier een low. Zal hier dan ook een high hebben gemaakt. En er is dus heel veel ruimte hier om een higher low te vormen. Om een dagelijks uptrend te vormen. Dus daarna moeten we de 11.496 breken om die uptrend voor te zetten. En dat is het meest bullish scenario. Vallen we onder deze support en breken we die dus, dan is er ook een kans dat we doorgaan richting die Golden Pocket regio rond de 10.900 tot 10.000, ja, tussen 10.900 en de 10.850. En daar loopt ook de 50 moving average, dus daar zullen we ook zeker support vinden. Hè, dus dat waarschijnlijk zal dat ongeveer zo uitspelen, misschien iets meer zo. En dan krijgen we waarschijnlijk een evenwichtpatroon. En dat betekent dat de koers na deze mooie stijging eigenlijk weer saaie zijwaarts actie gaat vertonen voordat we daar weer een uitbreuk krijgen. En dat is de oranje lijn, dus die zal waarschijnlijk support vinden op de 50 moving average en de Golden Pocket regio een bounce omhoog krijgen richting eerdere support, richting de 11.300, misschien 11.200. En dan krijg je dus een evenwichtpatroon en die zal dan op een gegeven moment ook weer naar boven of naar beneden uitbreken. En in het bearish geval, daar moet ook altijd rekening mee houden, zeker met de presidentsverkiezingen en de volatiliteit die we uit van de traditionele markten krijgen en de, de samenspelingen, dus als de traditionele markten, de correlatie, dat is het woord dat ik zocht, de correlatie, als die traditionele markten naar beneden gaan, dan kan Bitcoin daar alsnog in meegaan, ook al zien we de laatste tijd iets minder correlatie. Goed, in het bearish geval, rode lijn, zakken we door richting die 50 moving average, krijgen daar een bounce vanaf richting de 11.000 tot 11.150 weerstand, hè, want dat is dan de support die we hebben verloren, om vervolgens een downtrend te krijgen. En ook daarbij kunnen we dan dus weer teruggaan richting die 10.500. Als we onder die 10.500 komen, dan zouden we alsnog de CME gap op 9600 kunnen vullen. Als we daarboven blijven, is die kans eigenlijk niet groot. Goed, we zien in ieder geval ook op de dagelijkse dat het volume aan het afnemen is. En dat betekent ook dat we op de 4 uur in ieder geval waarschijnlijk een pullback kunnen verwachten. De RSI op de dagelijkse is dat nog niet. Dus we kunnen op de 4 uur een pullback krijgen. Ja, misschien richting die 0,382 Fibonacci. En dan vervolgens op de dagelijkse doorschieten toch naar die 12.000. En ook dan de RSI hier oversold krijgen om daar een afwijzing te krijgen. Goed, op de 4 uur, hoe ziet dat er dan uit? Even kijken, hè. Dus wat we hier hebben gezien de afgelopen dagen is, we zagen bullish nieuws van Square, die dus voor 50 miljoen aan bitcoins had gekocht, zijn door deze weerstand hier gebroken van die gele lijn, hebben de weerstand opgezocht op 10.900, hebben daar een bull flag gevormd, door naar boven, ook hier eigenlijk weer een bull flag gevormd, door naar boven, en even kijken, we hadden deze bull flag hier eigenlijk ook dus al, met een technische target op 11.300, die heeft hij overschoten. Dus dat is mooi om te zien. Die had ik ook in de Discord groep gedeeld natuurlijk. En even kijken wat we dus ook hebben gedaan. Is daarmee meteen. Hè, die koers is dus ook eerst tegen die 11.150 weerstand aangelopen. Ik zei ook al in de Discord groep. Dat wordt waarschijnlijk de eerste weerstand voordat we door kunnen gaan naar boven. En heeft vervolgens eigenlijk dus ook een volgende bull flag gevormd. En is doorgegaan naar boven. En in dit geval zouden we dus opnieuw een bull flag kunnen vormen. En daarmee zouden we dus die 11.500 kunnen breken. Alleen zien we ook hier dus, het volume is in deze stijging aan het afnemen. Dat is bearish. En we zien ook dat de RSI op de 4 uur flink overboord is. En dit zijn toch indicatoren dat we in ieder geval eerst een pullback moeten krijgen. He, in ieder geval richting die 70. En dat zou kunnen dat die bull flag hier zich dus wat verder ontwikkelt richting de 0,5 Fibonacci, 11.300, 11.200, om vervolgens door te zetten. En als we dat niet krijgen, en eigenlijk, ja, als we die 11.300 als support verliezen hier, 11.260, dan is het waarschijnlijker dat we ook volgens de rode lijn een 4 uur downtrend kunnen krijgen. En die 4 uur downtrend die is ook nodig, die moeten we krijgen, want anders kunnen we op de dagelijkse niet die higher low vormen.
Dus dat is ook helemaal niet bearish. Als we hier een 4-uur downtrend krijgen, dat is bullish. En we zien ook hier dat die 0,382 Fibonacci op de dagelijkse hier ligt op de 11.130. Dus dat is waar we het komende weekend natuurlijk of waarschijnlijk naar kunnen kijken. Of een bull flag en doorzetting richting de 11.500 die overbruggen richting de 12.000. En anders kunnen we een 4-uur downtrend krijgen en naar beneden. Dus dat is in ieder geval waar ik naar kijk. En ik zou zeggen, nogmaals, like de video als je er wat aan hebt. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en een heel fijn weekend natuurlijk.